Hi, daar zijn we met een nieuwe aflevering van Bio with Wirjo. En we gaan nu kijken naar deel 2 van voeding en vertering. Ik had nog niet uitgelegd in welke voedingsmiddelen de voedingsstoffen zitten. Want we hadden gesproken in dat ene filmpje over de 6 verschillende voedingsgroepen voedingsstoffen die er zijn. Dus we gaan nu kijken wat ze allemaal inhouden en welke functies ze allemaal hebben voor de mens. Oké, let's go. Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen in je lichaam. Bij de vorming van cytoplasma bijvoorbeeld worden veel eiwitten gebruikt. Eiwitten die niet als bouwstof worden gebruikt, worden als brandstof gebruikt. Eiwitten kunnen niet als reservestoffen dienen. Je ziet hier enkele voedingsmiddelen waarin eiwitten zitten. In melk zit er eiwit, in ei, dus dit is eigenlijk eiwit in het ei. Dit is eigeel, in tempeh, kikkererwten, worstjes en in vlees zit er eiwitten. Tot de koolhydraten behoren onder andere glucose, suikers en zetmeel. Koolhydraten dienen vooral als brandstof, maar kunnen ook dienen als bouwstof of reservestof. Hier zie je enkele voedingsmiddelen waarin er koolhydraten in zitten. Dan heb je daar aardappel, blom, suiker, chocopasta. Vetten dienen vooral als brandstoffen, maar kunnen ook dienen als bouwstoffen of als reservestoffen. Je voedsel hoeft niet veel vet te bevatten. Als je meer vet binnenkrijgt dan je nodig hebt, wordt het als reservestof opgeslagen onder je huid. Je krijgt dan een dikke onderhuidlaag en dan kan je ook zo dik worden. Dit zijn enkele voedingsmiddelen waarin vetten in zit. Hier hebben we boter, patat, olie, chips. Hierin zit er allemaal vetten. Oké, dan gaan we nu naar water. Dat is een andere voedingsstof. Alle organismen bestaan voor een grootste deel uit water. Je lichaam bijvoorbeeld bestaat voor ongeveer meer dan 70% uit water. Water is dan ook een belangrijke bouwstof voor je lichaam. Water vervult een belangrijke rol bij het vervoer van stoffen in je lichaam. De meeste stoffen in je lichaam kunnen alleen goed vervoerd worden als ze zijn opgelost in water. Bloed bestaat voor een groot deel uit water. We kunnen niet lang zonder water. Alle dranken, maar ook fruit en sommige groenten zijn voedingsmiddelen die veel water bevatten. Hier, watermeloen. Ja, zit er veel water, komkommer, yoghurt, appel, daarin zit er allemaal veel water. Mineralen worden ook wel zouten genoemd. Je hebt allerlei mineralen als bouwstoffen nodig. Voor de bouwstof van beenderen bijvoorbeeld, opbouw van beenderen bijvoorbeeld, heb je kalk nodig. Kalkzouten zijn nodig voor de hardheid van je beenderen. Mineralen kunnen ook dienen als beschermende stoffen. Dit zijn enkele voedingsmiddelen waarin mineralen in zitten. Groente, fruit, vis, gember. Als laatste voedingsstof kijken we dan naar de vitamines. Vitamines dienen als bouwstoffen of als beschermende stoffen. Als je te weinig vitamine hebt,
of binnen kreeg, word je ziek. Als je grote hoeveelheden vitamines binnen kreeg, kun je ook ziek van worden. In normale en gezonde voeding zitten voldoende vitamines. Extra vitamines bijvoorbeeld kunnen nooit een gezonde voeding vervangen. De vitamines worden aangegeven met een letter. Belangrijke vitamines zijn vitamine A, B, C, D en K. Het zijn enkele voedingsmiddelen waarin vitamine in zitten. Ook in de bladeren van moringa zitten er veel vitamine. Lemmetje, vis, groente.